heel goed, ja. Goed gedaan, Zoe. En dan nu de toonladder van C. Oh, niks aan de hand. Nooit bang zijn om fouten te maken als je iets wilt leren, hè? Probeer het nog maar eens. Dat was heel erg goed, Sue. Zo, laten we nu eens een nieuw liedje bekijken. Ja! Dank je, Zoe. Probeer jij het nu maar eens. Ik word nooit zo goed als jij. Natuurlijk wel. Hoe heten deze noten? A, E, D, B. Zie je wel. Speel die noten nu maar eens. Doe maar. Schitterend. Zo, dat lijkt me wel genoeg voor vandaag. Nu al? Nee, we doen morgen gewoon nog een les. Oh, daar heb ik nu al zin in. Piano is echt gaaf. Het is mijn lievelingsinstrument. Oh, dat is fijn om te horen, lieverd. De piano is namelijk ook mijn lievelingsinstrument. Tot straks, Omi. Dag, hoor. Huh? Wat heb je daar, opa? Ah, Zoe. Precies op tijd. Moet je dit eens zien. Oeh. Opa, ben jij dat? Jazeker. Toen ik zo oud was als jij. Je lijkt net mij. Ja, we lijken op elkaar. En deze foto is van een concert. Zat je dan in een band? Oh ja. En jouw opa was een toptrompetist. Het was vooral leuk. Heb je die trompet nog? Ik geloof het wel, ja. Ik vermoed ergens in de garage. Opa, zullen we hem gaan zoeken? Hij moet hier toch ergens. Waar heb ik hem dan? Nou. Waar is die trompet nou toch gebleven? Hier niet. Hier is hij ook niet. Huh? Die was ik al een tijdje kwijt. Oeh. Oh, jij bent beter in dingen terugvinden dan ik. Oeh, zwaar hoor. Mijn trompet! Wauw! Speel je een liedje voor me, opa? Als ik nog weet hoe dat moet. Tuurlijk weet je dat. Wat trek je een gek gezicht, opa? Ik vul mijn wangen met lucht. Je moet flink druk kunnen zetten. Geweldig, opa. Mag ik ook eens? Natuurlijk. Maar in het begin is het nog niet zo makkelijk. Ah, vast wel. Ik heb gezien hoe jij het deed. Hey, maar ik doe precies wat jij net deed. Ja, maar om trompet te spelen moet je leren er precies goed in te blazen. Dat deed ik toch? Bijna. Zoiets dus. Kom maar mee. Jouw beurt, Sue. Oh,
Dat was veel te makkelijk. Die bal moet een tikkie zwaarder zijn. Wat dacht je van een basketbal, opa? Goed idee. Het gaat me lukken, hoor, trompet. Niet slecht, maar probeer nog wat harder te blazen. Ja! Heel goed gedaan, Sue. En nu proberen we het met trompet. Schouders laten hangen, alles ontspannen, alleen heel hard erop blazen. Ja, ik kan het! Heel goed gedaan, Sue. Volgens mij heb je er echt aanleg voor. Trompet is echt gaaf. Het is mijn lievelingsinstrument. Oh, dat vind ik heel leuk om te horen. En nu zal ik je een liedje leren. Luister maar goed. Woe. Mag ik ook meedoen? Ik wist niet dat jij een gitaar had, pap. Tja, ik speel ook niet meer zo vaak, hè. Mag ik ook eens? Natuurlijk. Wapapa, doobida, papa. Wapapa, doobidoo. Wapapa, doobidoo. Wapapa. Ik zal iedereen waarschuwen dat we een popster in de familie hebben. Wapapa, doobida, papa. Wapapa, doobidoo. Zal ik je even helpen? De snaren hou je zo vast. Speel maar. Ik kan het. Heel goed. Je bent een echte gitarist. Gitaar is echt gaaf. Het is mijn lievelingsinstrument. Wapapa, doobida, papa. Wapapa, doobidi. Wapapa, doobida. Zoekt onze kleine rockster soms een band? Hey, wat is dat, mam? Dat is een tamboerijn, Bizoe. Dat maakt een leuk geluid. Tamboerijn is echt gaaf. Dit is mijn lievelingsinstrument. Oh ja? Ik dacht dat dat een gitaar was. Ik dacht dat het een piano was. En ik dacht dat het een trompet was. Ja, maar... nou weet ik het niet meer zo goed. Ik vind de trompet erg leuk, opa. En de gitaar... Maar de tamboerijn ook. En de piano is ook leuk. Oeh. Eigenlijk vind ik ze allemaal leuk. Ik weet wat. Ik ga ze tegelijk spelen. Want dan hoef ik niet meer te kiezen. Zijn drumstel goed? Straks wordt dat ook nog zijn lievelingsinstrument. Wat zei je, mam? Niks hoor, Bizoe. Ik zei niks. Oké, mam. Wappadie, bam, bam.
lang zal ik leven. Woehoe! Ja! Sorry, Pok. Ik ben jarig. Dat is vast voor mij. Dank u wel. Wee! Hartelijk gefeliciteerd, Bizou. Is dat een verjaardagscadeau voor mij? Wauw, een drum! Maar hou het wel een beetje stil. Of in ieder geval tot iedereen helemaal wakker is voor je verjaardagsontbijt. Hallo. Hallo allemaal. Hallo. Hallo, Zinia. Gefeliciteerd, Sue. Wauw, dank je. Het is... geweldig. Een pop. Nou ja, als jij hem niet wilt, Sue... Hé, Zinia, moet je zien wat ik gekregen heb? Dit is van mijn ome Ziggy! Ome Ziggy woont in Afrika. Hij is de baas van het safaripark. Tja, we moesten maar weer gaan. Ja, anders komt Zinia te laat op ballet. Niet waar, lieverd? Punt en strek en punt en sluit. Kom mee, schat. Zo, dat ging goed. Erg hard. Yep. Hoor je dat ook, schat? Hoe kan iemand dat missen? Wat denk je dat het is? Misschien worden we wel bestormd door reuzenspechten. Gekkie. Nou, ik hoop dat ze weg zijn als we naar beneden gaan voor Sue's verjaardag. Sue, Sue. Ja, mam? Het wordt hoog tijd voor je verjaardagstaart. Ga maar even vragen of Elsie ook een stuk taart wil. Oké. Sue. Laat die trommel maar hier, ja? We willen niet dat je hem kwijtraakt, natuurlijk. Oké. Zullen we hem verstoppen? Beter van niet. Pap, Elsie is hier. Oh, hallo daar, Elsie. Ik wil haar mijn nieuwe trommel laten zien. Oh, oh. Nou, leuk. Waar is hij? Aha, heb eens. Wow! Oh. Sorry, pap. Oh, Sue, je liet me wel een beetje schrikken. Hé, mam, mooie taart. Attentie, attentie. Ik presenteer Sue's waanzinnige verjaardagstaart. Sorry, mam. Wacht! Maar we gaan een verjaardagsliedje zingen. Weet ik. En ik ga jullie begeleiden. En één. En twee. En één, twee, drie. Je bent jarig, Sue. Je bent jarig, Sue. Van harte, harte, ja, van harte, Sue. Je bent jarig, Sue. Je bent jarig, Sue. Hartelijk.
Soe, de kaasjes. Daar gaat hij. Hoera! Gefeliciteerd, Soe. We doen nog een liedje. Misschien als we uitgegeten zijn, Bizoe. Die trommel van jou is best hard. Ik vind hem zo mooi. Oh. Gefeliciteerd, Soe. Niet, hoop ik. Wel een beetje, ja. Maar, nu je toch wakker bent... Ik zou eigenlijk nog wel een beetje langer willen dutten, Soe. Misschien kun je even ergens anders gaan trommelen. Oh, oké. Okay. Hoi, oma. Hm? Zal ik iets voor u op mijn trommel spelen? Nu even niet, Soe. Oh. Maar misschien heb je zin om iets te bakken? Wat dacht je van chocokoekjes? Nee, bedankt, oma. Ik moet oefenen op mijn trommel. Ja, nou, oefen maar ergens anders alsjeblieft, Soe. Oké. Ik ga mijn opa opzoeken. Hé, opa. Zal ik eens even heel mooi voor u gaan trommelen? Dat klinkt leuk. Je kunt het echt goed, Soe. Misschien moet ik met je meedoen. Heeft u dan ook een trommel? Nee, ik heb iets beters dan een drum. Kom maar mee. Zo, ik weet dat die hier ergens moet liggen. Aha, mijn oude bugel. Zo. Het wordt tijd voor muziek. Oep. Zo. We weten dat je jarig bent, maar... Hou alsjeblieft op met die toeter van je. Zo. Mam vraagt of je iets zachter kunt doen. Goed? Opa... Die hebben ook geen gevoel voor muziek, hè, knul? Omi? Hallo, Soe lief. Was jij dat die daarnet zoveel herrie maakte? Ja, ik heb een trommel van ome Ziggy. Helemaal uit Afrika. Maar niemand vindt het leuk als ik erop speel. Ah. Is dat zo? Nou, eens even kijken wat we daaraan kunnen doen, knul. Het is plotseling verdacht stil in huis. Tja, we hebben Soe gevraagd stiller te doen. Ik vraag me wel af waar hij nu zit. Misschien is hij wel boven bij Omi. Oh, ik ga wel, Omi. Zo? We vonden het ineens zo stil. Je bent gestopt met trommelen, Soe. Nee hoor, helemaal niet. Huh? Omi vertelde... dat je helemaal niet heel veel herrie hoeft te maken als je wilt trommelen. Soms klinkt het zachtjes net zo mooi. Kom eens hier, Soe lief. Yeah!
potje. En dan wil ik dat Omi komt spelen. Welterusten allemaal. Oh, welterusten. Het was leuk. U was geweldig, Omi. Ontzettend bedankt. Dag, pap. Dag. Een fijne dag, lieverd. Papa op naar zijn werk zoe? Ja. Lieve help, ik wilde hem vragen of hij mijn piano voor me op kon halen. Weet je, want de pianostemmer komt hier vanmiddag langs. Komt goed, Omi. Opa en ik halen hem wel even op. Ik denk dat hij een beetje te zwaar is voor jullie tweeën. Oh, dan vragen we hulp. Opa! Nee, het spijt me. Maar ik moet op de winkel passen. Ik ga het prima redden in mijn eentje, hoor, Xavier. En Zinnia is hier om me te helpen. Oh ja, wowie, wowie, wowie. Ik speel graag winkeltje. Het is geen spelletje, Zinnia popje. Op de winkel passen is een serieus... Een piano verhuizen is ook geen spelletje. Ja, ga nou maar. Oh. We hebben touw bij ons. We kunnen de piano wel slepen met uw auto, oom Xavier. Maar ik... Oh ja, wat een geweldig idee! Papi, wat leuk! Joehoe! We hebben de aardewerken borden bij ons die jullie hebben besteld. Dat ziet er zwaar uit. Geloof me, dat is het ook. Ik heb die borden moeten dragen. En wie heeft jou geholpen met dragen? Dat hebben jullie nodig, Sue. Een paar grote, sterke helpers. Ja, we moeten een piano verhuizen. Omi heeft de piano nodig omdat haar pianostemmer vanmiddag langskomt. Kunnen jullie helpen? Oh ja, natuurlijk kunnen we dat. Wij helpen graag. Ja, we gaan het filmen. Een dag uit het leven van twee kunstenaars. Briljant! Maar we kunnen onszelf niet filmen als we de piano duwen, Zarathustra. Misschien kan Zoe voor ons filmen. Oh ja, leuk! Kom maar mee, dan gaan we de piano verhuizen. Doe nou maar, lieverd. Daar komen ze, Bok. Hierheen! Ja, nou... Zo ja, zo gaat hij goed. Rustig aan. Rustig aan maar. Rustig aan, jongens. Au, voorzichtig. Oh nee. Rustig. Wow, oom Xavier. Dat zag er goed uit. Het is maar net hoe je het bekijkt. Och, Zarathustra, gaat het wel? Ja, het gaat. Maar kijk, ik heb me zojuist bezeerd. Ziezo, de piano is klaar voor transport naar huis. Als er een kras op mijn auto komt... Scène 2. De piano wordt teruggesleept naar huis. En actie. Oké, oom Xavier. Rustig aan. Xavier? Het is in orde, hoor. Ik heb hier alles onder controle. Volgens mij zat het touw nog niet goed vast. Nee. Scène 3. De terugkeer van de piano. Scène 4. De piano wordt teruggesleept naar huis. En actie. Oké, start.
Xavier. Kijk aan! Oh. Allemaal. Zoe en opa brengen de piano van Omi terug. Oh, is dat het? Wacht. Ja, wacht heel even. Ik moet heel even, even rusten. Help! Wat gebeurt er? Mooie actie, oom Xavier. Maar waar ga je naartoe? We hebben je nog nodig. Binnen. We hebben uw piano, Omi. Mijn nette pantalon is geruïneerd. Oké, eens kijken wat de reis naar huis met je gedaan heeft. Oeps. Oh, dat geeft niks. Ik weet zeker dat de pianostemmer het weer in orde maakt. Maar... ik denk dat ik maar beter niet kan spelen tot hij hier is. Weet u wat het is, Omi? We kunnen de film kijken die ik heb gemaakt van Zarathustra en Sigmund. Want ze hebben hun camera nog niet opgehaald. Een film? Oeh, wat leuk. Ziezo, alles staat klaar. Dit vindt u vast mooi, Omi. En jij ook, mam? Oh, daar is mijn piano. Kijk, open nou. Transport naar huis. Hallo? Oh, hallo, Xavier. Bisou, je oom aan de telefoon. Hij wil weten of je zijn sleutels hebt gezien. Hij wil de winkel afsluiten, maar kan ze niet vinden. Nee, mam. Ik heb ze niet gezien. Oh, het spijt me, Xavier. Oké dan, tot gauw. Au, voorzichtig. Oh, arme ziel. Oké. Oh. Arme Xavier. Hij viel net bijna in de piano. Oh, wacht even. Kijk, misschien heeft hij ze daar verloren. Oh. Ja, goed gedaan, Pok. Pok heeft ze gevonden, oom Xavier. Ze lagen in Omi's piano. Oh, bedankt, hoor, Sue. En jij natuurlijk ook bedankt, Pok. Xavier, de pianostemmer is geweest en mijn piano is weer zo goed als nieuw. Misschien vind je het leuk als ik iets voor je speel, nu je hier toch bent. Nu maar even niet. Bedankt. Eigenlijk denk ik niet dat ik ooit nog een piano van dichtbij wil zien. Doe toch niet zo mal, papi. Dat willen we best. Ja, toch? Als jij het wilt, Celia Popje. Als jij het per se wilt. Oh!